Het 322-squadron van de vliegbasis Leeuwarden vierde woensdag haar 70-jarig bestaan. Het oudst vliegende squadron van de Koninklijke Luchtmacht vierde deze dag met een reunie en vliegdemonstraties. 322 kent een bijzondere geschiedenis. Zo is tijdens de Tweede Wereldoorlog in 1943 in Engeland opgericht door Prins Bernhard. In die tijd vloog het squadron met Spitfires en werd onder andere ingezet om V1-raketten uit te schakelen. Het squadron werd bekend door het toepassen van een bijzondere techniek, namelijk het aantippen van de raket met de vleugeltip, waardoor deze uit balans raakte en neerstortte. Woensdag was het feest met vliegdemonstraties van de F-16, de Fokker 4, de Harvard, de Hawker Hunter en de Spitfires van Historische Vlucht en British Memorial Flight. Vandaag vieren we het 70-jarig bestaan van de squadron en hebben we daarbij aangekoppeld een reunie. Dus alle oud-leden van de squadron zijn uitgenodigd om langs te komen. En dus de 70-jarige verjaardag en tevens reunie van 322 squadron. Grote opkomst? Tot nu toe ziet het er goed uit. 700 man hebben zich ingeschreven dat ze zouden komen. Dus dat is een extreem grote opkomst. Zeker voor een squadron. Dus ja, grote opkomst. Wat is het bijzondere van dit squadron? Het bijzondere van het squadron is dat het het oudste squadron is en ook het beste squadron van de luchtmacht. Het is opgericht in de Tweede Wereldoorlog en ten tijde van 1943. Waren een aantal Nederlanders die waren overgegaan naar Engeland. Die zaten daar, die vlogen mee in de Royal Air Force. En mede zeg maar met behulp van Koninklijke Hoogheid Prins Bernhard is een Nederlands squadron op 12 juni 1943 opgericht. En dat maakt het redelijk bijzonder, want het was dus een squadron dat op is gericht in de oorlogstijd met Nederlanders, met meer dan 50% Nederlanders die daar vlogen. Wat is er allemaal te doen voor de genodigden? Voor de genodigden hebben we een static line, zoals waarschijnlijk op de achtergrond te zien is in ieder geval. Maar we hebben ook een vliegshow die u kunt horen nu, denk ik. En voor de rest hebben we een oude in de hangar hier een hele fotocollage. Met eigenlijk zoveel mogelijk foto's van alle jaren. Dus dat iedereen die van heel lang geleden tot redelijk recent op het squadron heeft gezeten, kan kijken, herinneringen op kan halen. En eigenlijk het meest belangrijke natuurlijk met een reunie is oude vrienden, oude collega's tegenkomen en daar een gezellig gesprek mee doen.